Goedendag iedereen, uh, welkom bij WK Hockey, de podcast. We gaan tijdens het uh, WK Hockey voor Mannen uh, ja, een paar keer een podcast opnemen om uh, de Red Lions toch vooral op de voet te volgen en daar wat extra tekst en uitleg bij te geven. Thomas Briels, de enige Belg die ooit een Europese titel en wereldtitel de lucht mocht insteken als kapitein. Dat is toch een beetje sportgeschiedenis voor ons land. Fijn dat je erbij bent, jij gaat er iedere keer bij zijn. Heb je er een beetje zin in? Uh, ik heb er heel veel zin in, ja. Ik kijk, uh, kijk uit naar het WK. Oké, okay, en wie hier vandaag ook bij is, speelster van de Red Panthers, uh, Judith van der Meijeren. Je zit aan uh, 204 caps en 6 doelpunten. Je bent geen spits, dat blijkt dan uit deze statistieken. Maar ben je daar dan toch nog tevreden mee met die statistieken? Dat is een, uh, dat, eigenlijk een discussie die ik onlangs nog met de, de Bondscoach heb gehad, met Raoul Heren. Dat die statistiek toch wel uh, even terug naar, uh, naar, boog, naar omhoog moet gaan. Uh, dus dat is iets, iets dat ik met, in de toekomst toch wel mee bezig wil blijven. Om, uh, toch wel wat meer uh, goaltjes mee te pikken. Mm -hmm. um, dus niet zo tevreden mee. Oké, okay, maar dat is iets om aan <laughs> te werken. Uh, jullie hebben ja, zes maanden geleden ongeveer nog een uh, WK gespeeld, kwartfinale eruit tegen de latere wereldkampioen, tegen, tegen Nederland. Jullie speelden wel een goed toernooi, maar misschien in de pull ja, de cruciale wedstrijd om Nederland in die kwartfinale te ontlopen. Uh, hebben jullie daar laten liggen? Ja, na het WK had ik toch een dubbel gevoel. Langs de ene kant uh, trots met hockey dat we hebben gespeeld en hoe dicht we, er, ja, dat we bij een halve finale zaten. Um, en ja, hoe moeilijk dat we het eigenlijk de huidige wereldkampioen hebben gemaakt in een vol, uh, vol uh, Wagnerstadion. Dus dat was wel een, een kippenvelmoment. Um, maar langs de andere kant ja, hadden we Nederland misschien wel kunnen ontwijken door uh, in de aan tegen Australië te winnen. Dus het was een, een net niet verhaal. Um, over het algemeen ja, heerst de trots wel. Um, maar toch hoop wel uh, naar de toekomst dat we toch uh, ja, iets dichter bij de medailles geraken. Mm -hmm. ja, zes maanden later mogen nu de mannen uh, hun WK spelen. Um, ja, België is regerend wereldkampioen, nog altijd natuurlijk. Uh, is nog altijd uh, regerend Olympisch kampioen. Zijn zij ook ja, voor jullie de, de absolute topfavoriet om die titel te verlengen? Of uh, zetten jullie ergens vraagtekens bij? Voor mij lijkt uh, België toch wel uh, de topfavoriet. Ik denk dat Australië het land is dat er het dichtst bij komt op dit moment. Um, maar als je naar de, de selectie kijkt, hoeveel kwaliteit en hoeveel ervaring dat in die ploeg zit, um, ja, leken zij de favoriet om die titel terug mee naar huis te nemen. Ook al is het back-to-back -back verhaal niet, mm -hmm. uh, niet zo eenvoudig en moet eigenlijk alles in een groot toernooi moet meezitten. Um, maar ik heb er wel vertrouwen in. Thomas, ja, nu jij er niet meer bij bent, zijn ze nog altijd zo goed. <laughs> ja, ik denk het wel, sowieso. Uh, nee, ja, topploeg, hè. Uh, bijna exact dezelfde ploeg uh, als, als, als vier jaar geleden in op, op, op Tokio. Uh, dus um, ik denk wel dat zij grote favoriet zijn. Uh, maar het is niet gemakkelijk, zeker uh, zo'n uh, groot toernooi. Alle details moeten kloppen op het juiste moment. En uh, je hebt ook een beetje, een beetje geluk nodig. En, uh, als je kijkt naar uh, hoe dat we het de Olympische Spelen hebben gewonnen op Shootouts, hoe dat we het WK hebben gewonnen op Ja, voor hetzelfde geld valt de bal net de andere kant op en uh, ja, ben je geen wereldkampioen. Mm. Dus, um, dus uh, het gaat ga niet gemakkelijk worden, maar ik geef ze toch wel een uh, uh, ja, goede mm. kans. Ik denk dat ze heel ver gaan geraken. Wel. Ja, dat denk ik nu ook wel. Um, ja, je zei twee keer shootout in in uh, op, uh, op de Olympische Spelen. Ook op het WK is is er misschien ook wel eens een uitdaging: win is een finale. In plaats van gelijk te spelen. <laughs> dat, zou, dat zou leuk zijn. Hè? Ja. Maar ja, als je kijkt naar het WK, in, uh, allez, vier jaar geleden uh, mm -hmm. ook in waar dat, ja, dat was zo'n gesloten wedstrijd. Bijna amper kansen. Mm -hmm. um, en ja, de, ja, er staat zoveel op het spel. Niemand wil een, een fout maken. En, en meestal zijn de finales ook niet de, de, de allermooiste wedstrijden. Um, maar tja, dat is echt de, de wedstrijd die je niet wilt verliezen. Mm -hmm. um, dus ja, het zou wel fijn zijn om uh, 3-0 4-0 is te winnen in een finale. En, uh, dat de rest van de Belgische fans geen uh, hartverzakkingen hebben <laughs> op het einde van de match. Um, maar ja, het sport op het allerhoogste niveau. Ja, dat, dat verschil is zo, zo klein tussen de topploegen. Dus uh, ik, ik denk dat het uh, weer opnieuw heel spannend gaat worden. Zijn jullie daar, hoe ervar je dat eigenlijk zelf zo'n shoot-out-reeks als je daar aan de middenlijn staat? Is dat even stresserend als voor mensen thuis die al ja, gewoon op de punt van hun, van hun stoel zitten? Nou, ja, ik, denk, ik denk als je thuis zit voor tv dat dat nog, nog stresserender is. Daar, ja, je hebt alles gedaan, je hebt alles gegeven op het veld. Uh, het is in de handen van je teamgenoten die je 100% vertrouwt. En, uh, ja, bij ons speelde Vincent van Nege in, in de goal, uh, die twee weken lang tegen mij heeft gezegd: uh, ja, we worden wereldkampioen. Uh, dus ja, die had zoveel vertrouwen en die gast was zo goed op shoot dat ik eigenlijk nou, niet heel veel stress had. Ik had heel veel vertrouwen in, in Vinny uh, mm. en in onze spelers. Um, alleen ja, toen... Uh, toen we dachten dat we wereldkampioen waren en ja. nog eens een keer moesten... Ja. Was, dat was toch wel iets minder, uh, iets minder leuk. Ja, oké. Okay. Um, ja, de selectie, je zei het al, het is nagenoeg dezelfde als die van Tokio. Jij bent vervangen door Tanguy Kozijns. En van de, de, de 18 spelers plus de twee reserve-spelers, dus 20 spelers in het totaal, uh, 17 daarvan waren op het vorige WK bij België. Um, is dit de logische selectie voor jullie? Of nee. heb je het gevoel dat er toch nog iemand anders had meegemogen of gekund? Ja, nee, ik denk als je kijkt gewoon naar de... Ja, naar de, de visie van de, van de hoofdcoach, uh, de bondscoach, ja, die wil gewoon presteren op korte termijn. Uh, mm -hmm. Dus ja, ik snap, ik snap de selectie volledig, die wil gewoon wereldkampioen worden. Um, het is spijtig dat er geen uh, ja, jong, jonge gast of jong talent, uh, misschien één of, of twee, een kans mm -hmm. krijgen op een groot toernooi te, te acteren. Uh, want dat is natuurlijk al ideaal om uh, ervaring op te doen. En dat zijn ook de, de jongens die, ja, als we de komende jaren willen presteren, uh, het moeten gaan doen. Um, maar ja, in de ogen van, van, van een bondscoach en als je nu wilt presteren en, en succes halen, dan, dan lijkt dat mij wel de logische selectie. Mm -hmm. um, ja, ik had misschien denk ik voor mezelf dan, en omdat het misschien wat interessanter had gemaakt, wel gewoon één groot talent of zo nog meegenomen. Um, en ja, dan moet, wie, iemand, uh, dan moet... Had je je gedachten hebben. Ja, ik weet niet. Ik, ik, vind, ik ben een grote fan van Arno van Dessel. Ik zeg uh, dat ook niet onder stoel, of bankje. En dat is toch een speler waar denk ik iedereen in België de komende jaren naar, naar gaat kijken. Uh, op het middenveld bij, bij de Red Lions. Is toch, omdat ja, al die middenvelders die daar nu zitten, of toch de meeste, drie van, uh, van de vijf, ja, zijn toch al ruim de dertig gepasseerd. Die gaan toch ook wel uh, ja, op een gegeven moment afhaken. Met John, John Domen, met Simon Goenjare en Felix de en, en daar ik, ik zou ook niet weten wie ik moet thuis dat, dat is het moeilijke van wie zou ik zou juist wel... vervangen. Eén één van die drie had ik misschien wel thuisgelaten ja. om, om een groot talent. En dan is iedereen, de rest van de selectie ook wel zo... Er is iets gebeurd ja. en is iedereen misschien extra geprikkeld, ik weet het niet. Ja, maar het is niet gemakkelijk om zo'n jongens naar huis te spelen. Bij... Nee, nee, dat is waar. Dat je, ja, die hebben die, ja, zoveel ervaring op, op zo'n hoog niveau en zoveel kwaliteiten. Um, ja, dus je moet niet enkel uh, je moet verder denken dan enkel uh, ja, talent. Of, uh, mm -hmm. Er komt veel bij kijken. Het, is, het gaat niet enkel om hockey, technische kwaliteiten, maar het gaat ook om uh, ja, tactische kwaliteiten, slimigheden, um, hoe dat je in het team uh, draait ja. en, en, en dat soort dingen. Dus ik snap, ik snap wel wat je wilt zeggen, maar ik snap ook wel als bondscoach. De, ja, ik had het ook niet gedaan, denk ik. Zo. Omdat, omdat een dat WK zo. en de Olympische Spelen gewoon te belangrijk zijn, dat je daar misschien bij een Europees kampioenschap. Ja, denk ik wel. Ja. En dat heb je gezien met Medockee ook, die die EK heeft uh, gemist. En dan ja. daarna ook teruggekomen voor, uh, voor de Olympische Spelen. En... Of, of, of een Pro League of, of dat mm -hmm. soort dingen. Maar ja, een WK, is, een WK hockey is toch wel een van de. Uh, ja, na de Olympische Spelen. Ja, dat een gegeven ja. Ja, wereldkampioen hockey is voor mij dat is, uh, nog echt wel misschien hoger dan uh, Olympisch kampioen omdat voor mij kijk echt vroeger nog naar uh, Nederland toen ze in 1998 wereldkampioen waren en als klein ja, jongetje. ja Ik keek naar Pakistan hoe dat zij wereldkampioenen uh, werden en dat was echt uh, ja voor mij is dat zo uh, omdat, ja, dat, omdat dat toernooi echt op zich staat bij de Olympische ja. spelen oké okay, het is misschien wel het belangrijkste toernooi, maar je maakt ja, niet alle focus gaat naar dat toernooi want je deelt het met zoveel andere atleten dat, ja. Uh, ja klopt ja, ja. dus uh, ja, de, en, ja, ik, ik heb een paar namen genoteerd. Hè. Uh, Manu Stockbroeks die, uh, die is uiteindelijk afgevallen, een van de er meer ervaren spelers. Um, ja, hij is ook niet helemaal nog op, het, op hetzelfde niveau als voor zijn, uh, zijn zware uh, ja, hersenblessure, uh, of hoe moet je dat zeggen, ja, hoofdblessure, hersenschudding ja. nee, gehad uh, tijdens een de, tijdens de wedstrijd. Um, maar be, be, begrijp je dat hij uh, niet geselecteerd is? En toch gewoon een speler die aanvallend wel heel veel kan brengen. Ja, maar, maar nu is altijd altijd uh, aanvallend heel gevaarlijke speler geweest. Maar um, ja, ook uh, ja, soms een risico. Mm -hmm. uh, soms speelt hij wereldwedstrijden en maakt hij het verschil. En soms uh, gaat hij ook in de, in de andere richting: dat hij soms uh, een fout maakt die, die heel duur uh, kan, mm -hmm. kan kosten. Um, en hij heeft de laatste jaren gewoon de, de grote toernooien niet meer uh, ja, meegespeeld. Mee mm -hmm. uh, dus hij is lang, lang ook uit de ploeg geweest. Dus ik denk dat hij hem ook wel, wel part in heeft gespeeld. De andere spelers, uh, zeker in de verdediging, zijn ja, zo op elkaar ingesteld. En hebben zich echt wel uh, ja, de laatste jaren gewoon bewezen. En, en het is gewoon een heel sterke verdediging. We krijgen heel weinig goals mm -hmm. tegen. Mm -hmm. um, dus in dat opzicht snap ik uh, Michel van der Heuvel ook. Om, om daaraan vast te houden en, en, en ja, te, te gebruiken wat, wat werkt. Mm -hmm. Had jij misschien nog iemand anders meegenomen voor, voor deze selectie? Of Ja. Oh. Of... Ja. Bij, jullie, bij, bij jullie hebben wel ieder toernooi totaal, ja, geen totaal andere selecties, maar er komen wel altijd nieuwe namen of andere namen. Er, wordt veel meer, er is veel meer rotatie bij jullie dan, dan, dan bij de mannen. Had jij misschien toch nog iemand anders meegenomen nu? Ja, de, de selectie heeft mij. Ja, ik had eigenlijk een beetje een, een dubbel gevoel, omdat de namen die, die meegaan, dat zijn volgens mij gewoon de beste hockeyers van, van België. Um, dus qua kwaliteit snap ik ook volledig de bondscoach. Als je 2K wilt winnen, dan lijkt het mij logisch dat je die spelers meeneemt, maar dan ja, was er zoiets in mij dat dacht, ja, als je nu op langere termijn denkt, wat mm -hmm. inderdaad niet de functie is echt van, de, van de bondscoach, maar dacht ik, ja, dan zie ik ook geen nieuwe namen komen voor Parijs dan ineens, dus dan denk ik dat misschien dezelfde ook naar Parijs gaan, en dan is er misschien, ja, naar Parijs, als er zeven, ja, acht st stoppen, mm -hmm. zouden stoppen, dan gooi je er ineens uh, veel nieuwe in voor een, ja, voor een totaal nieuwe cyclus, ga je dan met dezelfde ambities, dus dat een beetje de afweging die ik maakte. Um, maar ik denk dat het verschil tussen ja, mannen en vrouwen Ik denk dat vrouwen gewoon mm. minder lang um, blijven doorhokken. Um, dus ik denk dat wij ook gewoon veel speelsters hebben gehad. die uh, ja, zelf vrijwillig stopten. Mm. Um, en jong, energiek talent dat eraan kwam, dat ook gewoon beter was. Um, wij hebben lang een, een zeer degelijke ploeg gehad. Maar ja, de jeugd die eraan kwam, was gewoon beter dan, dan de speelsters die in de ploeg zaten. Um, wat dat ook. Ja, we zijn er niet zo omdat het niveau van de Red Lions ja. zo hoog is. Als je als, je als jonge uh, kerel uit de U21 komt, dat je het wel een paar jaar nodig hebt om, uh, om dat niveau te halen. Ja, zeker. Allee, succes als jonge talentvolle ja. gast om, om daar een plaatje te. Vroeger was dat helemaal anders. Vroeger, als je een beetje talent had uh, in gewouw in, in, meedoen, dan, dan mocht je meedoen, <laughs> okay. bij wijze van spreken. Ja en uh, ja, als je nu je plaats wilt veroveren uh, zeker op een groot toernooi uh, mm -hmm. ja gaat er maar aan staan uh, gasten die al, uh, tien en, uh, ja, al tien jaar samen spelen en al tien jaar zes keer per week trainen bij wijze van spreken ja. dus dat, dat heb je niet direct uh, ingehaald nee um uh, Adam Cummins, de technisch directeur van de, van de hockeybond, die heeft tijdens de, ja, wanneer de selectie bekend werd gemaakt ook nog wel even een kleine presentatie gegeven. Omdat hij ook wel voelde: van ja, we gaan hier kritiek krijgen omdat we weer dezelfde ploeg hebben geselecteerd. En de, dat was op het moment dat de Rode Duivels net uitgeschakeld waren op de Wereldbeker. Dus er werd al snel een, een, een parallel getrokken. En die zei wel: van joh, we zijn echt al bezig met. Ja. Met een selectie, met verjonging, en ik kwam er met een presentatie kijk naar Parijs. Dit zijn spelers waar wij toch, uh, toch iets van verwachten. En dan zag je wel andere namen. En dan zag je ook wel namen die er niet meer tussen stonden. En dus, ja, misschien een, een, ja, grappig was het misschien niet eerder een gênant moment, want ja, Felix de Naaier stond niet op die lijst. Er waren maar ook tien spelers of zo, waar ze dachten. Hier gaan we zeker mee verder. En Felix stond daar niet meer tussen en die zat daar wel als kapitein. Ook op die persconferentie, die keek dus naar Adam Comments, uh, en ik dan, dus, ja. dus ik heb wel het gevoel dat ze bij de bond ook wel na die toernooi harde keuzes gaan maken en zeggen, oké okay, mannen, um, voor degenen die al wat ouder zijn, die zal echt heel goed moeten zijn, want als het een beetje op, uh, op routine is, dan kan het wel eens afgelopen zijn, dus... Ja, ik denk... Uh, ik denk iedereen die nu het WK speelt, gaat door tot Parijs, natuurlijk. Is, mm -hmm. Er is niemand, denk ik, in mijn ogen die, die gaat stoppen na het WK. Mm -hmm. um, Allee, lijkt me toch niet. Nee, denk ik ook niet. Ja. Dus, uh, dus ja, dat is inderdaad wel... Uh, maar, ik, maar ik snap, ik snap de band wel en, en, en te, uiteindelijk is dat ook wel belangrijk. Hè? Je moet wel de toekomst... Ja. Visie, want als je ja, zoveel succesvolle jaren hebt en inderdaad straks na Parijs stoppen er vijf, zes, zeven mensen en je gooit uh, allemaal nieuwe spelers uh, ja, in de ploeg en uh, succes ermee, dan ja gaat dat wel heel veel jaren terug moeten, moeten bouwen. Dus, um... Maar is dat misschien een, ja, een? Want Nederland heeft iedere keer de, de voorbije, laten we zeggen tien jaar, hebben ze iedere keer gewerkt aan de volgende ploeg, spelers beginnen inlassen, maar ze wonnen uiteindelijk iedere keer net niet. Is het misschien beter om zoals België nu doet: gewoon die ene hele goede generatie zo lang mogelijk bij elkaar te houden, zoveel mogelijk te winnen. En dan misschien één cyclus wat minder te presteren. Ja, oh, Maar kan... Nederland heeft lang uh, aan, aan de oude generatie vastgehouden, ook. Hè. Uh, als je kijkt naar uh, Billy Bekkers. Uh... Ja, maar in die ploeg kwamen toch iedere keer nieuwe namen om toch? Er was een kern en ik heb, nu, niet... ik heb nu wel het gevoel dat ze helemaal ja nu hebben ze inderdaad zei, helemaal de zei, die Rondelme ja. heeft echt wel alles omgegooid in en, uh, nieuwe energie jonge gasten die ook nog lang, lang kunnen doorgaan uh, maar daarvoor was, uh, uh, hebben die toch ook heel lang vastgehouden aan bepaalde ja, waarden ja. die uiteindelijk uh, heel eerlijk zie hebben ze niet gepresteerd want ze hebben ze zijn een Europees kampioen geworden in 2015 ja dat was echt wel heel goed toen in, en in, dan 2017 uh, 2017 tegen jullie en dan nu nog eens in 2021. Het ja. ja, nou, zijn uiteindelijk, Europese. Uiteindelijk tickets, is ja. Nederland het grootste hockeyland. Je wil met... ook gewoon op mondiaal vlak die. Die willen Olympisch maken. kampioen en wereldkampioen zijn. Ja. Dat, is al, dat is al 20 jaar ja, De laatste keer in Sydney, 22, 23 jaar ja. geleden. De laatste grote toernooi en dan 98. Uh, Utrecht, het WK, dus ja. Ja, voor, een, voor een land als Nederland. Uh, we zullen het even over de, de Red Lines blijven hebben. Uh, nee, maar nee, we hebben zo'n over Nederland, hebben we geen nee. probleem. Uh, maar, uh, ja, een ja, nieuwe naam is het niet, maar Tanguy Kozains is eigenlijk de, de enige wissel uh, ten opzichte van de, van de ploeg in Tokio. Uh, zijn eerste grote toernooi sinds uh, Rio 2016. Ik schrok toen ik die statistiek zag. Ah oh, ja, die, die was er gewoon nooit meer bij. Was, uh, is ook zwaar geblesseerd geweest, maar dan, ja. Heb jij hem zes jaar lang eigenlijk in de weg gestaan, Thomas? Ja, pff, dat, is, uh, dat is niet één, één persoon. Je nee. hebt vijf, zes plekken, aanvalsplekken mm -hmm. um, die ingevuld moeten worden. En dan is het, ja, de, de keuze naar de bondscoach wie, uh, wie de beste zes zijn of de beste vijf uh, aanvallers zijn. ook wie dat het beste met elkaar speelt, wie dat het beste in de groep ligt. Uh, wie dat er eventueel op andere posities uh, kan, kan spelen. Dus. Um, ja, mensen zien dat altijd heel zwart-wit. Ja. Maar er komt heel veel bij kijken, zeker als ze bolschot zo'n zo keuze moet maken. Ja. Want als je dan heel erg zwart-wit kijkt, ik heb ik even wat uh, statistieken opgezocht. Op het, uh, op het WK in Den Haag 2014 scoorde Tanky Cosijns vijf doelpunten, jij één. Uh, op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, tanke Cosijns vijf doelpunten, jij ook één. Dus, ja. <laughs> dus ik je heb boek... hem wel twee assists gegeven denk ik ah, ja. twee of drie assists ja. nee, hij moet ja. er mij nog eentje bedenken dat ja. weet ik nog altijd ja. Ja. assist tegen Australië door ja. mijn benen ja. open goal binnen tikken en dan weglopen ja. goed. moet altijd degene bedenken ja, ja zwaar uh, ja nee inderdaad dat is heel zwart-wit. hij kan goal score. hij heeft een goede corner um, uh, in de cirkel is hij goed um, maar daar komt veel meer bij kijken hè, bij, bij het hockey het is, mm. uh, ja, als je alleen maar Spelers zou selecteren die uh, veel goals maken of in de competitie veel goals maken. Dat, ja, je moet een cohesie ja. hebben uh, tussen de aanvallers, tussen het team, connecties hebben. Um, dus ja, dus, uh, dat is aan de coach om te beslissen. Wat het, het beste team voor hem. Is hij misschien nu ook beter dan, dan een paar jaar geleden? Ik heb ook het gevoel in de competitie dat hij echt weer een hoger niveau haalt bij, bij Racing vorig jaar. Tweede in de topschutterstand. Nu heeft hij er ook alweer, wat is het, elf, elf doelpunten gemaakt in de, in, de, in de heenronde. Is hij nu beter dan, dan de voorbije jaren, dank ik al eens. In Rio vond ik hem eigenlijk ook al, echt al heel sterk. En in 2014 ook. Maar uh, ja zo'n blessure. Dat... Dan is, ik heb er zelf ook een, een zware knieblessure gehad. Dus het duurt wel even voordat je daarvan van terug bent. En als ja, de ploeg gaat verder zonder u. Um, en als ja, die aanvalsroutine, daar komt zoals Thomas, Thomas echt veel bij kijken. En als die op elkaar zijn ingespeeld, ja, dan mm -hmm. is er gewoon geen, geen plek voor jou. Maar um, als ik hem de afgelopen seizoen heb zien spelen, vooral dan de, de finales die ik mm -hmm. heb gezien van Racing, vond ik hem echt. Uh, Heel sterk, echt uh, samen met Charlier die aanvalslinie volledig uh, dragen. Uh, ja. Heel zelfzeker aan de, aan de bal. Um, dus ja, zeker een, een meerwaarde als spits om nu terug in, de, terug in de ploeg te hebben. Ja, en ook gewoon, ja, zoals jij al zei, ja, een extra optie op de strafcorner. Ja. Dat is ook wel ja, <laughs> belangrijk. Natuurlijk. Ja, zeker. En ik denk niet dat je dat echt nodig hebt als je Alexander nee, in ja, <laughs> de ploeg hebt. Je weet hebt, nooit, hè. Je, ja, je ja. weet nooit, inderdaad. Nee. Maar ja het, het gaat interessant zijn om, om te zien, want het is altijd... Uh, veel mensen vergelijken altijd de competitie. Mm -hmm. uh, maar ik, ik heb altijd wel gevonden dat internationaal hockey is eigenlijk een andere sport, een ander spel. Mm -hmm. um, ja, je kunt dat eigenlijk bijna niet vergelijken met gewoon competitie in, uh, in eigenlijk. Maar Je kunt ook wel bij, bij internationals kun je toch vorm lezen bij, in de competitie. Als je een heel seizoen in de, in de competitie geen bal raakt, dan ga je denk ik ook niet uh, op de toernooi bij de nationale ploeg plots veel beter zijn. Nee, nee, dat klopt. Maar het is ook niet omdat je mm -hmm. 20 goals scoort in de competitie, dat je topscorer mm -hmm. gaat worden van uh, van 2K, nee. bij wijze van spreken. Dus, dus het gaat interessant zijn hoe dat, um, ja, dat niveau dan kan omzetten ja. in, uh, op internationaal niveau. Want dat is toch, toch net iets anders dan, uh, dan in de competitie. En als je er 35 maakt in een half seizoen, ben je dan topschutter <laughs> worden op de 2K. Ja, dat is uh, indrukwekkend. Hè. Maar, Niet normaal. Ja. Ja. Dat Tom Boon vooral op de uiterlijkheid gaat. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dus, uh, ja, echt heel indrukwekkend. Uh, maar nogmaals, internationaal niveau is een ander niveau dan. Uh, denk competitie, dus mm. uh, ik, hoop, uh, ik hoop voor België dat hij uh, topscorer wordt en uh, dat hij tien veldgolven maakt. Dat zou, uh, mm. zou het wat gemakkelijker maken om wereldkampioen te worden. Want hij heeft nu uh, is het? 124 doelpunten op 325 caps, dat zijn mooie statistiek. Ja, maar ik heb uw, ja. uw statistieken kloppen niet helemaal, nee. want je gaat uh, waarschijnlijk van de FIH-site. Ja, met ergens... Uh, ja, die zijn, die zijn pas beginnen te tellen van denk 2013 of 2015 Het ja. is nog meer. Ja. Dus eigenlijk is het nog meer, want hij is begonnen... Allez, Snijs begon in denk, 2010, 2010 of zo. Ja. Ik denk dat 2010. hij erbij was op de kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ja. In, uh, in Dus 2010. de eerste jaren ja. zijn eigenlijk niet geteld. Ja. Fj heeft gezegd: van oké, okay, nu gaan we alles tellen. Tellen, ja. maar dus er missen nog een aantal. Uh, ook voor jou, dus. Je ook hebt meer mij. dan 40 goals yes, gemaakt. Ja, sorry. Oké. ik eigenlijk zeggen. Want eigenlijk is dat toch ja, als je kijkt naar het verschil tussen jou en Tom is toch enorm het, aantal, het verschil in het aantal doelpunten oké okay, hij scoort ook zeker in het begin van zijn carrière heel veel strafcorners voor België. ja heel veel strafcorners en strafballen en dus ja dat je eigenlijk moet kijken naar veldgoals en ja. je moet eigenlijk een beetje apart zien denk ik maar uh, ja sowieso dus kan, hier... kunnen we een stagiair daarop zetten en alle goals beginnen te tellen uh. Ja, op ja. zich uh, ik heb er nooit echt, uh, ben ik er ook ja. nooit echt veel mee bezig geweest. Maar ja, Tom is wel uh, ja, buiten categorie. Hè. Als je kijkt in de cirkel, hoe hard hij naar de goal schiet, van welke hoeken, uh, wat voor een goal hij maakt. Uh, ja, dat is, uh, dat is echt een, uh, ja, echt, echt een topscorer. eigenlijk. Hè. Uh, mm -hmm. en dat ben ik nooit echt geweest. Ja. Um, dus ja, ander type speler. Ja, ja. jouw verdedigende taken die hebben wij genoeg roomstensie aan te krijgen. Uh, ja kunnen we misschien ja, wie, wie zijn voor jullie de speerpunten bij, bij deze Red Lions ploeg als je er een paar moet uitnemen Goh, als ik nu naar de als we van, van achter naar voor beginnen yeah. ja dit is van, van is sowieso ja. Uh, ja, cruciaal voor deze ploeg um, meestal op een WK op een groot toernooi, kan het wel eens, ja, is de kans vrij groot dat het wel eens op shootouts ergens in het parcours gaat aankomen ja. uh, als je dan zo iemand in het doel hebt staan dan ja, enorme meerwaarde ook hun verdedigende Verdedigende linie, als ik, ja, de twee uh, Arthurs zijn uh, ja, ook ja, verdedigende kwaliteiten van een ander niveau, vind ik. Ik vind dat Arthur de Slover eigenlijk ook ja, echt met de jaren beter en beter komt. Het is uh, eigenlijk een beetje valsspelen, als je met Arthur de Slover en Arthur van Door mag spelen, toch? Ja, die met twee in het centrum ja. vind ik uh, een waanzinnige combinatie. Ja ik, ja, ik speel nu met De Slover ook in, in Clubverband. Ja. En uh, we hadden denk ik de eerste. Competitiewistrijden echt goals tegen. Terwijl wij vorig seizoen uh, ja. uh, voilà. uh, toch wel een stuk meer uh, tegen hebben. Ja. Ja, hij is niet altijd uh, even opvallend, maar het is ongelooflijk wat, wat hij doet, hoeveel ballen dat hij afpakt. Uh, en voor mij, hij kent echt alles. Uh, hij is technisch, hij is snel, hij heeft veel power, uh, lange passes, uh, goede inzicht, uh, voetjes op de grond ook, uh, harde mm. werker. Dus ja, ik vind dat echt, uh, echt ja, een topper. En, uh, ja, niet voor niks ook dat hij geselecteerd is uh, mm -hmm. uh, genomineerd ja. was uh, voor, voor wereldspeler. Ja. Ja. Je hebt nu alle kenmerken van een, van, van een West-Vlaming opgenoemd: hard werken, goedjes <laughs> op de grond. Ja. Het ja. blijft wel de West-Vlaming ja, natuurlijk. Is waar. Ja. Um, dan, ja, dan, ja, het middenveld: uh, ik, um, ik heb het gevoel dat ieder, van, de, van de oudere spelers, de Simon Goognard, John, John de Man, dat ze wel over een hoogtepunt heen zijn. Als, als ik heel eerlijk ben, ik vind ik nog altijd top, hè? maar het is niet meer. Simon Gugnard, denk ik heeft niet meer echt het niveau gehaald van 2018. Toen hij misschien wel de beste speler van de wereld was. Ja, in 2018 was hij niet normaal. Dat ja. WK dat hij heeft gespeeld was uh, ja, echt ongelooflijk. Uh, ja. Dus ik hoop dat hij dat niveau ja. terug, teruggaat uh, binnen, binnen een week. Maar uh, nee, misschien minder flitsend uh, als vroeger. Uh, minder uh, acties hm. naar voren, uh, alle drie denk ik. Maar wel uh, ja, heel slimme spelers en heel. Uh, ja, die weten perfect wat ze doen, uh, verliezen heel weinig ballen, uh, spelen tactisch heel slim. Um, en dan ga je misschien meer van, uh, ja, van een Antoine Quinet of uh, Victor Meunier, mm -hmm. uh, meer die, die acties mag, uh, verwachten of die, die flitsen verwachten. Um, maar dan denk... denk ik vooral aan, aan Antoine Quina. Ja. Hij heeft toch een beetje dat, uh, dat onvoorspelbare, terwijl de rest van België, ja, omdat iedereen heeft België al kapot geanalyseerd, België is toch redelijk voorspelbaar geworden. Terwijl met Antoine Kina heb je toch een van die spelers die, die wel iets, kan, iets, iets extra heeft om zo'n wedstrijd misschien dan toch open te breken. Of zie ik dat verkeerd? Nee, het is een bijzonder. Ellie een hele frivole speler. Heel leuk om, uh, om hem te zien spelen. Uh, maar ik vind vooral dat ja, het, het, het middenveld van België is heel evenwichtig Ik denk dat ze alle soorten wapens in het, uh, in het middenveld hebben. Um, ja, John, John Domen die zul je zelden met een bal zien lopen. Maar die, ja, die, vanuit dat hij een bal recupereert, denkt hij meestal uh, naar voorspelen. Dat is ook altijd, uh, mm. altijd aanspeelbaar. En dan heb je dan balans met Antoine Kina. Die ja, als hij een beetje ruimte ziet, ook al er, uh, nou, moet hij twee spelers uh, gaan aanvallen, dan, dan neemt hij toch het risico. Dus dat is het wel. Ja, het, het leuke balans uh, in, in dat middenveld om, om te hebben. Ja, oké. Okay. Uh, ja, ik heb hier nog een paar. Uh, ja, het is Tom Bonnu wel, wel besproken, um, die we uiteraard nog over moeten hebben, is Alexander Hendricks. Ja, de man die oh, toch voor een groot stuk mee verantwoordelijk is voor, voor al die titels die België heeft gewonnen de voorbije jaren. Is hij of heeft hij nu de beste strafkorner ter wereld op dit moment? Of, uh... Ja, ik denk, ik denk het wel. Als je puur statistisch gaat zien, denk ik uh, dat hij sowieso de hoogste statistieken heeft. Mm -hmm. Ik heb nu niet uh, geanalyseerd. Nee. Maar um, is gewoon aangenaam om uh, die gast in de ploeg te hebben. Het nee. maakt niet uit uh, of dat uh, ja, spannend is of je staat echter. Ja, je hebt zoveel vertrouwen, want je weet dat je in de cirkel gaat komen. Je weet dat je kansen gaat creëren, maar je weet ook dat je penalty corners gaat, gaat krijgen. Uh, en Alex heeft heel veel, veel bewezen dat als het moet, uh, ook vaak op het einde van een wedstrijden. Mm -hmm dat uh, sleept hij hem gewoon binnen. Gewoon zo hard mogelijk. Uh, en en ja, die zijn gewoon onhoudbaar. Is de strafcorner nog belangrijker geworden bij België? Omdat iedereen ja, toch veel lager inzakt en dan, laat we zeggen, in 2018. waren Er nog wel landen die dachten, we gaan België onder druk zetten. Terwijl ja, nu weet iedereen ook gewoon, wij moeten het spel hier niet gaan maken. Laat die jongens maar komen en wij willen counteren. Is, is daardoor die corner van, van, van Hendricks nog belangrijker geworden? Ik denk dat er wel een... Uh, ja... Een gigantisch wapen is. En ik denk dat de landen die nu zouden denken: ja, we gaan een beetje terugzakken en uh, ja, iets makkelijker corners weggeven, die, uh, ja. die, die komen ook nergens. Um, dus ja, ik uh, merk ook meer en meer dat de, de, de landen die tegen België spelen, dat is meer uh, man op man en gewoon meer agressief in, uh, in de duels. Um, dus echt laag zakken en in blok verdedigen, ja, dan komen ze er uiteindelijk ook wel, uh, ook wel door. Maar als je ziet wat die, uh, wat die de afgelopen maanden. Want in, uh, in Argentinië waren wij er ook bij in de Pro League. Uh, mm -hmm. Het is niet dat zijn strafcorner daar stokte. Ik denk dat hij er ja, echt nog een hat-trick heeft gemaakt tegen, tegen Argentinië of Duitsland. Ja. Dus uh, hij is in vorm. Uh, en ja, die gaat er zeker weer een paar uh, op cruciale momenten inslepen. Wat maakt zijn corner zo uniek? Het is gewoon hard. <laughs> Snoeihard. Ja, en oog... precies. Want ik ken ook spelers die heel hard kunnen pushen. Dus... Uh, die heeft gewoon heel veel power, hè, Alex. En de mm. bal is snel weg. Um... Ja, wordt, soms wordt hij eruit gelopen, maar vaak als ze met twee, ja. twee lopen, dus ik ben benieuwd hoe dat uh, ploegen gaan verdedigen tegen hem. Uh, ik verwacht heel veel dat ze met twee hoog gaan, gaan lopen om uh, zoveel mogelijk dicht te lopen en, en te blokken en hopen dat de bal op de stikje uh, raakt of zoveel druk te geven dat Ja, die... dat zeg je ook in die wedstrijden in de Pro League, je, echt gewoon met twee uitlopen. En... Ja, risico ja. voor eigen leven uh, voor het vaderland. Uh, ja. maar. Um, ja, ik denk heel veel power, uh, snel bal, snel weg uh, en ook gewoon, uh, ja, hij is heel gefocust. Hè. Hij heeft ook gewoon scheid. Hij mm. wil gewoon die bal uh, <laughs> zo hard mogelijk uh, de goal inremmen in, in en uh, uh, ja, dat doet hij ongelooflijk goed. Dus dat is echt wel een wapen. Uh, je ja. ja, hebt bijna, je hebt ja, je Blake Govers denk ik in, 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 in Australië. Uh, Gonzalo uh, Perlat bij Duitsland. B maar, ja. Ja. Um, die, ja, dan... misschien Misschien Hayward, die sleept ja. ook redelijk hard. Van Jip Australië weet ja. ik niet. Uh... Jip Jansen is hard, maar niet altijd even precies. Bij ja. Nederland. Um, ja, dan heb je... In het Engels zijn we wel een paar goede uh, sleepers, maar niet, niet van die niet van van... wereldniveau. Nee, nee. nee. um, ja, Herman Pritzing van India. Herman Preet, ja. ja, die. Maar uh... dat, dat, dat is het dan wel zo, ja. denk ik. Uh, en ik denk dat Alex wel, wel van boven staat. Misschien uh, payet en uh, ja, Harman Priet vind ik ook wel. Uh, ja. Die scoort ook wel heel veel. Ja. Dus dat zij, ja, die zullen wel uh, meedingen voor de topscorer ja. Titel, denk. ja Ik weet onder Shane McCloud werden er bepaalde strafcorners niet gespeeld. Behalve op de allergrote toernooien, dus, uh, Michel van den Heuvel van hetzelfde principe. Hou die, uh, houd die waar, waar je daar pusht, hou dan maar even achter de wegen. En, uh, ja, ik denk wel uh, dat ze sowieso altijd iets in de, in de mouw hebben. Ja. We gaan nooit altijd alles laten zien, uh, zeker niet in een pro-league-wedstrijd. Maar of, ik, vind, ik vind het wel gek dat je vier jaar lang weet, ik kan daar scoren en dat niet doet. Om het dan op een cruciaal moment dan toch te doen. Ik vind dat, ik vind dat waanzin. Ja? Ja. Maar dat is datzelfde, datzelfde verhaal met, met, met Vinnie van Aege. De duitsland, de duitsland uh, ja. Die bal stopt met de, met de hand en uh, hij vroeg al in de pro van, hij wist het al in de ja. een uh, paar maanden ervoor, van, Hij vroeg van ja mag ik het gebruiken? En Shane uh, zei nee nee ga maar, ga maar nog even bij en, en ja halve finale van TK, gebracht hij het, EK, uh, ja, hmm. het uh, op, t, op het juiste moment en en draait heel de wedstrijd. Hmm. Anders was het gedaan uh, waren we geen Europees kampioen. zijn andere landen daar ook zo bezeten mee bezig, van, oh, we hebben iets ontdekt, we gaan dat dan maanden achterwege of jaren. Ik heb nooit voor een ander land nee, gespeeld, maar, dus, uh... maar je hoort toch wel eens, over, jij, jij kent toch veel spelers ja, die, ja. Uh, ja. Mm, dat weet ik niet, omdat die er zo. Ik zou denken: van wel, uh, uiteindelijk, als je uh, ja, op het hoogste niveau speelt. Uh, alle details maken het verschil. Dus uh, ik, ik ga ervan uit dat die er ook wel mee bezig zijn. Maar... En zijn hebben jullie ook zo. Um, ik was er nu net ook over aan het denken. Ja, bij de... Dat gebeurt wel bij, bij pro wedstrijden. Dat is dan eerder Raoul, de analist, um, mm -hmm. dat hij is. Um, dat we bijvoorbeeld bij... Dat was tegen, ploeg, volgens mij, tegen Spanje, dat de manier hoe dat die aangaven, dat er een voet altijd in mm. het veld stond. En dan zeiden we, ja, als we eens een keer tegen Spanje komen op een cruciaal moment, mm -hmm. uh, dan zullen we dat gebruiken. Um, maar dan was dat al bij de arbiters terechtgekomen en dan ah, ja, was dat okay. al naar de ploegen gecommuniceerd. Ja, cool. Dus daar was onze, uh, ja, ons bonus even. even jullie weg. zijn er ook wel mee bezig als ja. iets ontdekken, op, op belangrijke momenten pas gebruiken. Ja, dat is een, een goede kaart die uh, ik denk dat, eigenlijk spullen. denk ik wel dat, dat elke ploeg daarmee bezig is. Het zou raar zijn. En... Maar ik, heb, ja, ik heb de indruk dat jullie, dat jullie daar als bezeten mee bezig zijn. Ja. Ik heb een paar keer in een briefing bij jullie gezeten op, op het vorige week ja, en dan, zei, dan, dan hoorde ik Shane zeggen: ja, die en die, die doen we niet, die, die houden we nog bij voor later in het toernooi kom je zit, je zit op het belangrijkste toernooi en dan nog hou je dingen achteraan ja, ja maar Shane is, uh, is uh, een pokerspeler hè? die houdt van, uh, van kaarten en uh, ik weet nog dat hij ooit uh, uh, de, de teams en de coaches ging analyseren aan de hand van uh, pokerkaarten dus okay. iedereen had uh, ja bepaalde coach had een aas koning ja? met zijn team en redden. Ja. Ja. Een paar of uh, mm -hmm. twee negens. En, uh, en zo ging hij analyseren hoe dat de coaches dachten en wat de filosofie was van elke, okay. elke coach. <laughs> in. Dus hij had hij zo echt een, een pokertafel gemaakt mm -hmm. met de, met de gezichtige geplakt. Mm -hmm. en dan alle kaarten bij alle coaches. Dus uh, ja dat is gewoon echt een stratege. Altijd mm -hmm. mee, mee bezig. En, um, ja, dus dat is, wel, uh, dat is wel tof om, knap om te zien. Mm -hmm. um, ja, voor jullie, België, de absolute topfavoriet of steek daar nog? Of zit hij daar nog niet naast of boven? Ik zou, ik zou, ik zou Australië altijd erbij zitten. Omdat die, ja, je weet nooit echt goed dat die naar zo'n uh, WK gaan. Want mm -hmm. uh, ja, die zitten op hun, uh, op hun eiland daar uh, met z'n allen kaart te, te trainen. Uh, die hebben heel lang ook al geen WK of Olympische Spelen niet meer gewonnen. Zeker voor Australische normen. 2014? Ja, dat is toch wel ja. lang geleden. Ja, dat is waar. Um, dus ik denk dat die heel gebrand zijn. Uh, ik weet dat die heel uh, teleurgesteld waren na het verlies van de Olympische finale. Mm -hmm. um, maar langs de andere kant zijn er ook veel Australiërs, Australiërs die eigenlijk in de competitie hebben gespeeld in, uh, in België en Nederland. Mm -hmm. Terwijl uh, vroeger moesten die altijd terug. Teruggaan ja. naar, naar Australië en dan kwamen die op zo'n WK. En dan ja, was dat echt een heel indrukwekkend team. We zijn uh, nu wel, denk ik, vanaf november wel bij elkaar Ja, ja. maar toch, ja. ervoor was dat echt een jaar lang dat die gewoon in Perth samen en, en, en ja. samentrainen En nu hebben ze toch wel die vrijheid gekregen om in Europa te komen hockeyen. Uh, dus ik weet niet of dat daar een, een verschil van maakt, maar ik verwacht dat die wel heel sterk uh, uh -huh. ja, kan zijn. We ja. hebben natuurlijk ook tijdens die hele coronacrisis waanzinnig hard bij elkaar gezeten. Ze hebben echt niks meer gedaan dan alleen maar samen getraind. Ja. Dus misschien is het wel goed om iedereen even uit te sturen en dan met een fris, fris hoofd weer in een trainingscamp te brengen. Ja. Ja. Um, ja, ik vond Australië de voorbije zes jaar eigenlijk misschien wel de beste ploeg ter wereld. Misschien ook net iets beter dan België, alleen verloren ze twee keer met shoot op een cruciaal moment. In de halve finale van het WK tegen Nederland en de Olympische finale tegen België. Maar voor de rest hebben die aan elk toernooi dus ze hebben deelgenomen, hebben ze gewonnen. Dus ieder toernooi. Dat is ook de Champions Trophy, de allerlaatste, de Pro League, de uh, Commonwealth Games, oké, okay, Oceana Cup is misschien niet zo belangrijk toernooi, Sultan en Shah, maar ze winnen, ze winnen die wel allemaal. Hè. Dus vind ik, vind dat, dat, heeft, dat vind ik bij de Red Lines. Bij, bij jullie had ik vaak het gevoel: ja, als het niet echt moet, dan gaan we niet hard. Terwijl Australië altijd super hard willen, elke wedstrijd winnen. en ja, ik, ik weet dat niet. Ik denk dat wij, we hebben ook een Pro League gewonnen dus toch... Uh... Zonder, zonder Australië. Was het toen niet gespeeld? Nee, dat was de corona-jaargang. Nee, dus dat Australia? is niet waar, want we hebben, ik weet nog dat we 4-1 van Australië gewonnen in Australië, mm -hmm. uh, in de Pro League. Ah oh, ja, oké. Okay. Um, ik denk dat ik verkeerd ben, ja. Ja, ik ja. denk dat je er een jaartje naast, naast zit. Eh? Uh, maar dat we, ja, was het niet de nee, jaargang ik... dat die dubbel telde, dus dat het ene seizoen verder liep in het andere? Dat zou kunnen, ja. En Australië heeft op een gegeven moment is gestopt <laughs> met spelen? Uh, dat weet ik niet meer goed, maar ik weet ja. nog wel dat we daar 4-1 zijn ja, 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 ja. En, uh, dat, dat en dat we, we die Pro League eigenlijk uh, heel het seizoen lang uh, hebben gedomineerd en, en de eerste zijn, zijn geworden. Dus ik denk dat ja, wij ook wel een periode hebben gehad waar mm -hmm. wij heel veel hebben gewonnen. Um, maar Australië, ja die hebben wel, uh, ja, dat is wel die cultuur... Uh, dus die wilden wil elke... Dat is gewoon vechten. Hè? Dat is, uh, elke wedstrijd hard gaan, uh, volle bak energie, uh, heel veel bluf ook. Ja. Um, maar ja, dat is, dat is de manier waarop dat die spelen en dat heeft jarenlang uh, gewerkt. Uh, mm. Vooral ook omdat ze veel fitter waren en sterker waren, zeker een uh, aantal jaar geleden, uh, als veel andere ploegen. Uh, en nu merk je wel, zeker als je kijkt naar uh, als België moet spelen tegen Australië ja, uh, als je nu naar de Belgen ziet, ja, die zijn even fit, even snel, even sterk. Dus die kunnen minder gebruik maken van die ja, fysieke surplus. Van die fysieke surplus ja. Dat ze altijd hadden uh, in, in het verleden. Mm -hmm. Dus uh, ik vind ze minder indrukwekkend uh, als uh, tien jaar geleden. Ja, toen naar... staken ze er echt bovenuit, ja, ja. bij al de rest. Terwijl nu, ja. ja. Dus voor jou is Australië ook uh, mede-favoriet? Of beter of minder goed? Ja, dan ik België. vond ze de afgelopen jaren ook echt heel goed. Tijdens de Olympische finale vond ik ze ook, uh, heel sterk. En ja, het is ook voor grotendeel dezelfde ploeg dat, dat toen in de in die Olympische finale stond. Ja, um, ook van, van het voorbije week. 12 spelers zitten gewoon opnieuw in die selectie. Ja, en ik denk dat de gemiddelde leeftijd iets lager ligt dan, um, dan de Belgen, wat niet per se een verschil moet maken, maar dat wil wel zeggen ja, dat er nog heel veel... Energie... Twee jaar verschil, dus het maakt eigenlijk niet... Mm. Dus zij, zij hebben ook een ideale leeftijd, gemiddeld ja. 28, is een, dat is ideaal eigenlijk. Hè? Ja, ja, en misschien is het een soort ja, déjà vu verhaal dat ze... De verloren Olympische finale, uh, dat ze dat willen rechtzetten op, uh, op het volgende WK dat komt, zoals de mm -hmm. uh, Lions hebben gehad. Um, dus ja, ik, ik zie ze eigenlijk wel um, als een soort van plitwals aan, uh, aan het WK beginnen. Ze hebben een heel, echt wel een zware poelen, maar ik, vind je? ik denk dat wel. Nou, ik, ik, vind, ik vind poelen A, waarin zij zitten, ik vind dat een hele zware poelen, behalve voor Australië omdat ze met Frankrijk, Argentinië en eh, Zuid-Afrika... Zuid ik denk, voor, voor die drie landen is dat een zware polen. Maar Australië gaat daar, denk ik, doorheen krupsen. Dat denk ik ook wel. Eh. Ja. Ah, ja, dat bedoel ik dus ja. als een pleit was. Dat ze gewoon... Ja, ja. Dat ze de polen. Um, ah, dat ze niet zo gedoseerd gaan, gaan spelen. Maar dat ze daar gewoon uh, ja. al uh, aan 100% gaan, gaan gaan. Dus daar zie ik ze niet echt, um, echt problemen hebben. Um, dus ik, ik, ja, ik zie ze wel sowieso in de, in de finale. Uh, ja. Ik vond die echt een... een een Heel sterke ploeg, ook in de, ja, in de afgelopen grote, grote toernooien. Ja, um, ja, voor mij is Australië ook samen met België een topfavoriet. Uh, ik, heb, ik heb India ook nog genoteerd als gevaarlijke outsider. Ik zou het mooi vinden, ja. Ik vind het, uh, ik vind het die Indiërs wel eigenlijk. Dus, mm -hmm. uh, also, die zijn al jarenlang, denk ik, echt goed bezig. Uh, ook ja, bij op de, op de spelen, wij ook, uh, ook net pas. Ja, in eigen land is toch wel. Uh, die Indiërs zijn zo gek als iets uh, daar. Uh, ja. Dus ik zou het wel mooi vinden als ze ver geraken in het toernooi. Ze hebben een nadeel als ze poolen winnaars dat ze in de halve finale, denk ik, al tegen Australië komen. Ja, en ze hebben niet zo'n goede track record tegen Australië. Nee, dat is, dat is ja, de... ja, Die spelen veel tegen elkaar. Ja. Um... Ja, bij iedere series van wedstrijden ja. wint India één keer en de rest wordt altijd gewonnen door Australië. En, dan en veel gewonnen en... Ja, En dan denk ik bij die, bij die ene keer dat het een soort. Ja, we zullen één keer niet vol gas geven. Ja. <laughs> laten we, want we spelen vaak tegen hen. We willen dat graag blijven doen. Ja. Laten we de... Maar ja, India wil ook. Uh, allee, die spelen die op de counter spelen Die wil ook ja. veel lopen met de bal. Ja, Australië. Ja, dan, dan zet hetzelfde spel aan. Eigenlijk. Tegen Australië moeten dat niet. Mm -hmm. moeten iets tactischer uh, spelen tegen Australië. Want uh, ja, die zijn ook gewoon super fysiek. En die lopen ja. even hard in. Die... Ze zijn misschien net dus... iets beter in dat spelletje Ja, ja. 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 ja maar in, ja, India ze zijn ook. Uh, ja, Echt wel heel veel ervaring in die ploeg nu. Um, ze hebben een uitstekende strafcorner, wat, wat je echt wel nodig hebt op zo'n toernooi. Een goede keeper, um, ja, heel veel talent bij elkaar. Het is ook de laatste generatie uh, Indiërs die Hockey India League heeft gespeeld, die dus daar eigenlijk groot zijn geworden. Dus ik denk dat voor hen wel, wel het moment is om, uh, om uh, te gaan oogsten, zeker in eigen land. Uh, volle stadions, ten twee stadions uh, in Bhubaneswar en uh, Roerkella. Ja, die, die in Roerkellen, al die wedstrijden zijn al uitverkocht. 21.000 mensen. <laughs> dus, waanzin. Dat is complete waanzin. En, ja. Ja, als je tegen India speelt, ja, je hebt het zelf al meegemaakt. Ja, je wordt gewoon naar voren gestuurd. Hè. Ja, dat is niet normaal. Je, je kunt gewoon niet communiceren op het veld. Als die ja. mensen de bal hebben, je, kunt, je hoort niks meer. Dat is, dat is echt zat. Dat is ja, Ik heb al een filmpje gezien van de. Een soort van openingsceremonie nu van het WK. En dat was, in dat voetbalstadion. Dat was, ja, dat, niet... was, dat was vier jaar geleden ook. Goh. Ja, ja maar ik dacht: van, is dit echt voor het WK Hockey? Ja, dat stond daar vol ja. superveel lawaai. Ja. Dat staat is, dat is dat zelf niet in de kranten in België, denk ik, dat het WK Hockey begint. Nee. Ja, dat is echt enorm. Hè. En er komen daar mensen op. En ja, wij kennen die daar niet, maar dat zijn ja, de waanzinnige Bollywood-sterren die hebben. Ja, die, 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 ja, bijna een miljard volgers, zal ik maar zeggen, op hun sociale media. Dat is onwaarschijnlijk hoe ja. groot. Ik weet ook dat Sachin Tendulkar, Nintendo-cricketspeler. die was bij de finale in in Bubaneswar. Het publiek werd zot. Het ja. is ja, een hele andere sfeer dan, dan, dan wij gewend zijn. En ja, dat kan nu wel eens echt in hun voordeel gaan spelen. Want ja, het publiek zal wel zijn rol spelen, denk ik, in wedstrijden van India. Ja, ja zeker. zeker. Hmm. En het is ook wel een heel indrukwekkend. Als je, ja, je speelt hmm. niet alleen tegen 11 Indiërs op het veld. maar ook uh, tegen 20.000 uh, ja. mensen. Dat is. Uh... Ja, dat kan, uh, daar moeten we goed mee kunnen omgaan als, uh, als team. Mm -hmm. uh, we hebben het niet over Nederland gehad. Toch uh, hockey-Nazi bij uitstek. Uh, of toch heel weinig. Um, is dit, ter, komt dit toernooi voor deze generatie te vroeg? Um... Ik verwacht niet dat, die, dat ze wereldkampioen gaan worden. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat, uh, dat het een mooi toernooi is om uh, inderdaad veel ervaring op te doen. Uh, veel jongens... Ja, ik denk elf jongens die voor het eerste WK spelen uh, in de selectie. Um, dus ik denk voor de toekomst dat deze wel echt een, een, een goed toernooi is uh, voor die ploeg. Om veel te leren en, en, en die ervaring op te doen. Mm -hmm. um, maar ik verwacht ze ja, ik ik niet in de, in de finale. Nee. Denk ik. Ja, je hebt negen spelers met minder dan 50 caps. Dat is wel heel weinig. Ja, ja Dat wil niet altijd alles zeggen. Maar toch, op zo'n groot toernooi. Uh, er komt veel stress bij kijken. Uh, details zijn belangrijk. Um, dus ja, ik denk op zo'n groot toernooi. als je echt ver wilt geraken. Ik misschien wel iets meer ervaring nodig. Ja. Uh, de poelen van de Belgen. Daar uh, zit België opend uh, zaterdag tegen Korea. Uh, speelt dan tegen Duitsland om dan af te sluiten tegen Japan. Uh, ja, mogen we daarvan verwachten. De cruciale wedstrijd België-Duitsland, vermoed ik. Ja. ja, dat denk ik ook wel. Ja, ik ken eigenlijk niet genoeg van uh, Korea in, in Japan. Ik had wel ge gewoon gelezen dat Korea het oud, de oudste ploeg was. Ja. Dat de aanvoerder blijkbaar 39... Uh, Yaris? Uh, Namjong Lee, Lee. Ja. Ja. Maar dat is echt een, een koning. Ja, die, is... die gaat echt al super lang mee. Ja, ja, dus lang dat is mee. echt uh, dat is mijn favoriet, Namjong Lee. Ja. Ik ben ja. altijd fan En In Japan daarentegen dan de, de jongste, die hebben gemiddeld van 22 jaar of 23 ja, jaar. Ja, echt super jong. Dus, ik... dus ja, ja, en qua ja, manier van spelen kan ik... Uh, ja, ja, heel, heel typisch zo... Uh, Aziatisch. Aziatisch veel lopen, het is niet hetzelfde als India, maar het is, het is wel zo'n typisch spel dat je... Dat je associeert bij Japan en bij Korea. Die spelen wellicht op ja, hun manier van spelen. En, ja, en bij, bij Korea teren ze vooral op die, op die corner van, van die andere ervaren speler, van Yang. Um, um, en ja, ze zijn wel Aziatisch kampioen. Dat, dat wil niet zeggen, maar ook niet alles. Want India die, uh, zijn daar met een B-ploeg naartoe gegaan, het uh, Aziatisch kampioenschap. Ja. Waardoor uh, uiteindelijk Korea wel uh, gewoon uh, het toernooi heeft gewonnen. En, ja, in Japan is een nieuwe ploeg en na, na Tokio hebben ze, hebben ze gewoon volledig een volledig nieuwe ploeg gezet. Dus, ja, ik denk uh... niet dat de Belgen zich door die twee ploegen gaan laten verrassen. Ik heb ook um, ja, in, um, december of, ja, in december of in januari zijn ze naar, uh, naar Spanje geweest ja. dan voor een, uh, een, een toernooi met onder andere die, die Aziatische landen. Um, dus daar hebben ze toch een paar, ja, een, een wedstrijd of twee tegen gespeeld. En dan is het ook wel aangenaam dat ja, je hebt die ploegen niet te veel... Uh, zien spelen. Die hebt er ja. vooral niet veel tegen gespeeld in de afgelopen toernooien. Dus dan is dat ook wel ja, lekker om daar eens een wedstrijd tegen te spelen en een beetje aan te voelen ja. hoe, dat, dat, uh, hoe dat, dat loopt. Maar ik denk dat de grote wedstrijd uh, uh, voor de, het pool te toppen tegen, tegen Duitsland zal zijn. Ja, absoluut. Oh, ik moet nu zeggen, ik heb Duitsland gezien de wedstrijd ja. in, in de Pro League. Ik was wel echt niet onder de indruk uh, nee. nee. die Duisland. eerste wedstrijd gewonnen van België en dan... Ja, maar uh, toen was ik echt niet onder de indruk van, van België. Nee, maar zeker niet. Ik <laughs> denk dat ze toen nog niet echt uh, ja, hun niveau hadden gehad. Maar dan die, die tweede wedstrijd, ja, ik vond Duitsland echt... Uh, ja, een beetje... Echt, echt niet goed. Angstig hadden. vond ik spelen tegen ik België. Ik heb ook bijna nooit met elf gespeeld. Ik heb precies het gevoel dat die hele tijd... Ja, kaarten, ja. Kaarten. ja maar daar, daar is, in die wedstrijd is echt van alles gebeurd. Ik ja. nee, bedoel, Tom Bon die ramt daarna het winnende doelpunt nog een speler onderuit. Iedereen gaat daar neus aan neus staan. Christophe Ruur, dat was blijkbaar buiten beeld, heeft daar nog wel ja, bewust mee, uh, op spelers uh, een bal gejast. Nee? Dus, ja, dus er, uh, er zit heel veel vrevel in die wedstrijd. Dus ik vermoed ook wel dat dat ja, dat wordt gewoon een topmatch, die, die, die wedstrijd tegen Duitsland. Uh, gewoon omdat er al zoveel historie zit in die, in die België-Duitsland, ook de voorbije jaren. Duitsland, als ze op weg waren naar een goed ternooi, dan kwamen ze onderweg wel even België tegen en dan ging het, ja, ik en dan denk was ik het afgelopen. Ik dus... denk echt niet dat die ons, ons leuk vinden, denk ik. Uh, die <laughs> nee, dat is altijd een, een supergeladen be... wedstrijd. Ja, maar die hebben de laatste jaren ook gewoon altijd verloren. Die, ja. die ploeg lag ons gewoon heel goed. Die... Maar ook toen Duitsland nog veel beter was dan België, ook toen won ja. België daar wel eens van. Ja. Dus, uh, ja. Ja, ik kan me eigenlijk weinig wedstrijden van, van Duitsland herinneren dat ze gewonnen hebben van, van België. Uh, de laatste tien jaar. Nee, ja, wij waren ja. altijd redelijk blij dat we tegen Duitsland... Na, na Londen hebben jullie toch bijna niks meer verloren van die Duitsers? Ik heb mij ook niet uh, ik dus uh, denk het niet. Nee. Dus, uh, maar wordt, ik denk dat dat qua affiche ook de mooiste affiche is van de, poel, van de volledige poelenfase. Als je alle uh, poelen naast elkaar legt, gewoon qua uh, traditie, qua mm. kwaliteit van die ploegen, dat, dat, ja, dat wordt gewoon de absolute clash. Ja, ik uh, kijk me eruit. Dinsdag, ja? Dinsdag ja. half één op ja. uh, PlayStation? Ja, zeker. Ja, ik, ik ken de uren niet helemaal uit, maar uh, eerst is er nog zaterdag, uh, ook uh, vroeg op de middag, uh, uh, tegen Korea. Um, ja, die vond hij ook wel goed in de Nations Cup, uh, die hadden die ook wel maar kunnen winnen. Dus de, Korea? Ja, Korea. Dus de tweede maar ik, klasse van de pro-league, zeg maar. Ik zou, uh, ik zou het wel mooi vinden, want ik, ik herinner mij nog helemaal ja, in mijn beginjaren van mijn carrière. Was Toen was Ko Korea een topland. was echt een topland ja. en ik weet nog dat ik zoals als ja, jong, jong gastje... Uh, in de fitness uh, liep in het hotel. En ik zeg die Koreanen met 200 kilo squatten. Die hadden zo'n uh, zo zo uh, quadriceps En ik zat zo te kijken. Ik en hoeveel hoog, squatten ik, jij toen? Ik, ik, ik uh, nee, die aan het squatten. Nee. Ja, ja. Uh. En hoeveel deed jij toen? Ja, uh, misschien ik. 60 of dus. zo. <laughs> uh, ik woog uh, denk ik 65 kilo toen. En uh, ik zeg die Koreanen, maar die kwamen allemaal van het leger. Ja. Hè? Dat waren die, die, die werden betaald door het leger. Ja. En uh, die speelden gewoon hockey. Uh, dat waren beesten, jongen. Die liepen echt uh, alle kanten op. Dus uh, ik vond dat heel... Uh, Heel ja, cool team om te zien spelen ook. Mm -hmm. um, heel technisch, heel snel, uh, heel vinnig. Dus, uh, dus ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe dat ze nu, nu spelen. Ik hoop dat ze terug, terug meer naar. Ja, ze het het zijn er een paar keer niet bij geweest, maar nu... Ja. ik heb de indruk er ook wel dat ze aan, op de weg terug zijn naar, naar een betere plaats op de wereldrennglijst. Dus, uh, huh. Oké, okay, um, zullen we misschien afronden met een klein pronostiekje? Eerste wedstrijd België tegen Korea, wat denk je? Um... 4-1 voor België. 4-1 voor België. 4-2. Oké, okay, 4-2. Ik denk dat de Belgen er vijf gaan maken. <laughs> uh, en misschien en geen enkele tegen om met de clean sheet te beginnen dat aan het vermoeien. Dat zou mooi zijn. Het uh, hoeft wel vertrouwen. Uh, voilà. En dan, uh, dan is het toernooi begonnen. Uh, het toernooi begint al een dag eerder op vrijdag met uh, Argentinië-Australië. Maar bij Play Sports zijn we er dus bij zaterdagmiddag de wedstrijd tegen Korea, de Red Lions, om uh, hun wereldtitel te gaan uh, Verdedigen. Dus uh, dat is een mooie uitdaging, zou ik denken. Uh, ik ga jullie bedanken. Uh, bedankt uh, Judith van der Meijer. Fijn dat je erbij was. Bedankt Thomas. Tot de volgende keer. En ook uh, jullie bedankt voor het kijken en veel plezier met het WK Hockey.